Ja, je vindt het wel bij Studio TVL. We gaan aandacht hebben voor een nieuw blad, dit het Hofjournaal. Het is een driemaandelijks magazine en de dame die daarvoor verantwoordelijk is, zit hier bij mij en dat is Cathy Pauwels. Goedemiddag Cathy. Goedemiddag. Het is een beetje ja, jouw blad, mag ik zeggen, want jij bent het gezicht van het blad. Heb je altijd iets gehad met prinsessen vroeger en prins op witte paard? Nee, ik ben eigenlijk altijd een radiovrouw geweest. Hè? Ja. En toevallig dan via het nieuws ben ik in de royalty terechtgekomen. Ja, het programma VTM, dat al jaren loopt. Hoe lang ongeveer? Ik denk dat iets van een 13, 14 ja, jaar ja. is ongeveer. Ja. En zo elke week over het leven, over de koningen en koninginnen en de prinsessen allemaal uitbundig verteld, hè? Ja, en het is het hele jaar door, elke week. En toch krijgen we het altijd wel goed gevuld. Maar er vraagt soms wel wat creativiteit. Maar ja, er komt nu weer een baby aan in Groot-Brittannië. En er trouwt iemand, er gaat er iemand dood. Voilà, er komt een nieuwe prins, een nieuwe koning. En prins Laurent die nog eens van zich laat horen. Dus eigenlijk zitten we zelden zonder stof. Ja, er gebeurt altijd wel iets, ja. Zeg, dit is een nieuw magazine. Waarom? Het is het eerste echte magazine. Of, er zijn niet zo heel veel in Vlaanderen. Of tweede, denk ik. In Vlaanderen? Anderen niet, nee. Ja, in ja. Nederland, denk ik, zijn er 8 of zo. 8, wow. En die verkopen allemaal goed. Ja. En dit is het tweede dat er gekomen is na het herdenken van wat ik na mijn burn-out zou kunnen doen. Ja. En met een coach zijn we onder andere uitgekomen. Ik wou gewoon artikels schrijven, ja. Maar tot mijn grote verrassing zei men van, je krijgt gewoon een blad. Hopla. Fantastisch, ja. Ja, ja. Jij bent ook wel het royalty gezicht in Vlaanderen, hè? Vind ik zo. Ah, ik hoop dat. Ja. Het blijft me boeien. Het is wel iets verschoven in de zin van niet meer zo elke activiteit ja. is te doen. Ja, ja. Maar ik doe heel graag die duiding. Omdat ja, ja, ja. je er langer in zit, vallen puzzelstukken samen. En ja. dat vind ik wel het prettigste ja. om te doen. Het zijn verhalen van de royals, onze royals. Ik denk natuurlijk aan ons koning Filip en Mathilde en de kinderen. Maar eigenlijk heel het Europese koningshuizen ja. komen aan bod, hè? Ja, kijk nu naar onlangs in Denemarken, Margarethe, de koningin, die is 75 geworden. Ja. Wat een feest was dat. En wat een openheid. Ze heeft daar voor een hele perszaal vragen beantwoord. En ja, de Britten blijven wel het meest populaire ja, koningshuis. Ja. Hè, daar zitten ze zowel goed met de oude generatie als de jonge generatie. Hoeveel koningshuizen zouden er nog zijn in ik denk een 12, 13-tal? Oh, ja, okay. Ja. Ja. Oké. Okay. En je zou denken van, iedereen heeft de perceptie dat het koningshuis in Vlaanderen minder populair is, dat er minder aandacht aan besteed wordt. En dan net komen ze met dit blad. Is dat om dat tegenoverstellen te beweren of terug op te krikken? Ik besef wel dat het heel gewaagd is. Ja, ja absoluut. Ja. Twee dingen. Hè, in de weekbladenmarkt ja. Ja, kent een zware concurrentie van het digitale. Maar ja. ook daar zullen we nog wel in de toekomst over mee verder denken. Ja, ja. En het tweede punt is dat toch wel bleek dat er nog een niche is ja. Waar potentieel in zou kunnen zitten. Ja. En af en toe moet je gewoon eens springen. Ja, dat is, er komen sowieso 4 edities. Het eerste jaar sowieso waar jij ja. verantwoordelijk voor bent. Wat doe je allemaal? Want ja, gaan de poorten nu makkelijk open voor jou van die koningshuizen? Of als je zo met zo'n magazine afkomt? Ja. Want in papier is het anders dan televisie, denk ik wel. Hè? Enorm. Ja. Ik heb vroeger wel columns ook voor bladen geschreven, maar nu zitten de reportages in. Ja. En daarin merk ik, als je voor tv iets doet, hoe iedereen verkrampt in dat milieu voor de camera. En nu is het zo fijn om te kijken en te observeren. En dat kan je ertussen schrijven. Ja, 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 ja. En dat maakt het heel fijn. Dat is weer iets anders om te ontdekken. Ja, ja. Ja. En je hebt ook een interview in de eerste editie met Delphine Bouwel. Onechte dochter nog altijd? Of ik ga er niet over uitspreken. De rechtszaak is nog bezig. Ja. Hè? Ja. Hoe heb jij het te strikken gekregen eigenlijk? Want ze geeft niet zo heel veel interviews. Hè? Nee. Maar er is eigenlijk al wel een band toch van helemaal in het begin. Ja. Hè, in het begin was ze heel teruggetrokken. Want ik herinner mij nog, we hadden een interview met haar. En ze wilde dat per se buiten het programma Royalty. Ja, ja. Nu komt ze er al een tijdje vooruit. En ja, ik heb gewoon iets met de strijd van buitenechtelijke kinderen, koningskinderen. Ik vind dat dat om erkenning vraagt. Het is een hele lieve dame. Er is een enorme gelijkenis. Je zou eens moeten zien naar foto's van koningin Astrid. Ah, ja.
Eerlijk geloof ik niet in een goede afloop van het proces. Ja. Maar ja, niemand die nog ontkent dat dat gewoon een dochter van koning Albert is. Ja. Het verschijnt 3 maandelijks. Is dat hier niet een nadeel of is dat een voordeel? Of? Voor mij is het een voordeel, omdat ik toch nog wel mijn energie een beetje moet doseren. Dat is heavy, toch wel een weekly. Ik begin dat te merken, dat doe ook wel met het programma. Ja. Het nadeel is wel voor mij als nieuwsmens, die baby komt er nu aan. Je kan niet over de bal spelen natuurlijk. Nee, maar... Het is ook meer bedoeld als, hoe moet ik dat zeggen, wat collectors item, dat je zo een bredere kijk krijgt op koningshuizen. Voor de actualiteit, dat is het nieuws en zo, hè. Want nu met de bevalling van Kate, dat zeggen ze ook al, dat gaat meer digitaal. Dat gaat live gebeuren op televisie. Bijna. Het is alles een heel mooi blad, Hofjournaal, elke 3 maanden verschijnen. Het is ook heel kwalitatief en zo. Het is iets echt om bij te houden en nog eens in te kijken. Alleszins, proficiat met jouw nieuw kindje, zal ik dat maar zeggen. Ja.